hier in de geheime en zwaar beveiligde redactiekantoor, lokaal, we zomers over peinzing. En we zaten midden in de vergadering met onze Sprookjesbos-redactie. En toen kregen wij de berichten binnen, bijna hysterisch, want de hele MMS die zit er vol van, schreeuwde van de daken. De Nicky Verstappenzaak is eindelijk opgelost op basis van een DNA-onderzoek van de politie. Nou ja, niet zo kort geleden verloor het advocatenkantoor Denk Niet Na van de insluipgeheel neef Peter R. de Vries en zijn domme zoon Royce het geruchtmakende proces tegen BNNVARA, omdat Denk Niet Na-partij van mening was dat hun privacy geschonden was omdat de VARA BNN met een verborgen camera opnames had gemaakt. Nou ja, kan het nog maffer? Want iedereen in Nederland weet inmiddels wel dat het nou uitgerekend het handelsmerk van Peter R. de Vries, waar hij de afgelopen 20 jaar zijn zakken mee heeft lopen vullen, is opnames maken met verborgen camera's en mensen in de val lokken, al dan niet voor zijn gabbers bij justitie. Maar goed, dat is een ander verhaal. Wat is er aan de hand? De politie heeft dus eindelijk na 20 jaar, of iets langer, godzijdank die smerige Nicky Verstappenzaak opgelost. En wie eiste die oplossing op met zijn grote paardenkop? Dat is natuurlijk Peter R. de Vries. De woordvoerder van iedere persoon of familie die op een bepaald moment in de belangstelling staat van de mainstream media. Dan bombardeert hij zich direct als hun woordvoerder. Nou ja, het was eigenlijk weer met geen pen te beschrijven, die loesje laffe mainstream media, want Peter R. mocht overal met een brok in de keel, dramatisch, zo half slikkend, de meest grove onzin uitbrullen van zowel de staatsnos. Toen was ik heel vroeg wakker, uiteraard, om 6:30. En toen heb ik Bertie een berichtje gestuurd, een foto van dat Ajax-shirt. En gezegd van, ik heb altijd gezegd dat het zou blijven hangen tot de zaak is opgelost. Maar ik kan je nu wel vertellen, dat shirt, dat neem ik mijn hele leven mee. Dat blijft altijd hangen bij mij als herinnering en eerbetoon aan Nicky. Tot RTL Boulevard, joh, dat is natuurlijk een thuiswedstrijd, dat is van John de Mol. Tot en met zelfs de nieuwkomer BNN Hoer Braller, even spieken, moeilijke naam. En dat is... Dat is het programma van, van een staatsomroep natuurlijk. Heet Laat op 1. Het nieuwe zombie tv programma voor de bejaarde kijkers van boven de 60. Want dat zijn hun leeftijd, van de kijkers van die programma's. De nieuwkomer BN Star Hoer, Nadia Mausit of iets dergelijks. In ieder geval, en iedereen weet natuurlijk dat voor elk wisselwasje de insluipgeilneef Peter R. de Vries aan tafel mag schuiven, aan een som van €2500 deskundigheidsgeld bij Eva Jennik, Matthijs Nieuwkerk, al die subsidievreters, Pauw de Jaarknikker, maar dus ook bij haar. En in ieder geval, wat eigenlijk niet in het nieuws uitkwam, maar toch ook eigenlijk wel pikant is, dat wij inmiddels van bronnen binnen de redactie van Laat op 1 hebben vernomen. Ja, het kan haast ook niet anders. Dat ook de nieuwe BN-hoer van de staatsomroepen bralprogramma's Nadia inmiddels ook al MeToo aangerand is door Peter. Oké, we gaan nu in het kader van deze bizarre nieuwsontwikkelingen een speciale reportage laten maken door de I Amsterdam Reporter. Nou, dat ben ik ook toevallig nog. En dan gaan we voor naar de Dreamer op het Rijksmuseumplein. Kom op mensen. Welkom beste kijkers. Ik zit hier voor het beeld The Dreamer in mijn hoedanigheid als I Amsterdam Noir Star Reporter. En de reden daarvoor is dat mensen in Nederland eigenlijk toch eens een keer wakker geschud moeten worden. En beter, zoals wat dit beeld waar ik hiervoor zit, niet voor niks, dat is heel toepasselijk, weer eens een keer gaan dromen. I have a dream. Wat is er vandaag gebeurd? Ja, het houdt niet op met al die media, maffia, pulp, walgelijke comediantenbende. De politie heeft na 20 jaar, of meer dan 20 jaar, heeft ze eindelijk en gelukkig de verschrikkelijke zaak Nicky Verstappen opgelost op basis
van een DNA-onderzoek. Let op, de politie lost, vandaag is dat bekend geworden, waarschijnlijk zo goed als zeker de Nicky Verstappenzaak op middels een DNA-onderzoek en is de dader daardoor wellicht bekend geworden, zo goed als zeker misschien wel, want zijn DNA is gevonden op de kleren van Nicky Verstappen. En wat gebeurde er vandaag? Ja, het was eigenlijk niet om aan te zien, en het is toch ook wel een teken aan de wand, dat Nederland, althans de mainstream media, compleet moreel failliet is. Dat kan deze dreamer waar ik nu voor zit, niet bedenken. Dus de politie lost de zaak op basis van DNA. En wie zit met zijn grote paardenkop overal in het beeld? Wie claimt als de held van Nicky Verstappen? Wie claimt deze oplossing? Peter R. de paardenkop. Er was geen nieuwsrubriek, wat ik net al zei, de NOS. Eén vandaag, RTL, Riool Boulevard. Daar sprong hij ze wat over de tafel heen als een soort van Rambo die Nicky Verstappenzaak heeft opgelost. Maar de werkelijkheid, de feiten weer mensen, gewoon de feiten, niet wat ik verzin, is dat deze walgelijke kerel de afgelopen 20 jaar ontelbare uitzendingen heeft gewijd aan die vreselijke Nicky Verstappenzaak, die tot geen enkele, maar dan ook geen enkele oplossing van die zaak hebben geleid. Dat zijn de feiten. Integendeel, hij heeft daar gewoon via de kijkcijfers, de bloedkijkcijfers, zijn zakken aanlopen te vullen. En natuurlijk is die familie van Nicky Verstappen hem dankbaar. Dat is logisch. Deze familie heeft zoveel ellende meegemaakt. Zit in een vreselijke trauma en het verlies van hun kind op die manier. Die kan niet meer helder nadenken. Die zien in die walgelijke kerel hun steun en toeverlaat. Terwijl de werkelijke reden was en is dat meneer De Vries zich voor deze zaak heeft ingezet, is helemaal niet Nicky Verstappen, is ook helemaal niet die familie, is gewoon bloedkijkcijfer. Dat zijn de feiten. Maar zelfs de staatsnos heeft zich verlaagd inmiddels tot dit walgelijke rioolniveau. Want die liet hem ook. Er was een momentopname, kijkt u maar even direct, van de staatsnos. Dat het nieuws wereldkundig gemaakt werd. Ja, notabene formeel door de politie nog wel. En daar zat dus de moeder van Nicky Verstappen, die arme stumper, die schemiel met het immense verlies. En die paardenkop Peter R. zat ernaast. En voerde natuurlijk het hoogste woord, alsof hij de zaak opgelost had en niet de politie. Politie-embleem erachter, u zo zien de beelden. Vraag ik namens de familie? Nee, ik vraag het niet. Ik smeek het. Ik smeek namens de familie dat een ieder die iets weet, die iets kan bijdragen aan de opsporing van deze man, hoe gering ook, zich meldt en spreekt. Alsjeblieft, help mee. Zorg dat hij wordt gepakt. Nou, het duwde werkelijk waar. Zelfs toen die moeder aan het praten was, die grote paardenkop ervoor, ging ook een beetje zogenaamd brokjes keelde die het een beetje aangedaan moest huilen. Het was niet om aan te zien, zo rioolwalgen. Niet neerleggen bij de gedachte dat hij niet gepakt wordt. En dan zeg ik maar tegen mezelf, Saddam Hussein en Osama Bin Laden zijn ook ooit gepakt, terwijl iedereen dacht dat ze forever weg konden blijven. Dus deze man moet helemaal opgespoord worden. Eerder zal ik ook niet rusten. En u? Nee, wij ook niet. Dan zou je denken, ja, je kan wel zo lullen, Brown, maar misschien was Peter wel echt aangedaan. Nou, ik zal u even uit de wereld helpen. Dit is geframed, dit is een truc. De zogenaamde ik ben aangedaan truc. Ik ga u het rijtje geven. Toen Zijlstra aftrad, ja, die dreamer die kan het ook al bij me niet meer aanhoren. Die wil vertrekken weer terug naar Mars. Al die smerigheid hier in het medialand van Nederland. Halbe Zijlstra, nadat hij betrapt was op de meest walgelijke oorlogshitse leugen tegen de Russen. En toen hij dus moest aftreden, deed hij dat ook met een brok in zijn keel, met een half traantje. Dat is één. Heel door mijzelf
veroorzaakte kwestie om te gaan. Om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken niet te belasten, zie ik geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden aan Zijne Majesteit de Koning. Ik doe dat met spijt in maat. Maar in de volle overtuiging dat Nederland een minister van Buitenlandse Zaken verdient, die boven elke twijfel verheven is, die belangrijke taak die hem of haar gegeven is, dat hij of zij die zonder terughoudendheid kan vervullen. Hetzelfde deed die mega-oprichter Art van der Steur, die mega-fraudeur, toen hij betrapt was op liegen en bedriegen. Ook met een traantje in zijn keel en ingehaald, kan bijna huilen van verdriet. En natuurlijk niet te vergeten onze befaamde imam Diederik Samson, toen die moest aftreden. Nadat hij, zijn hele PvdA had gesloopt, van 30 zetels naar eigenlijk niks, 8 splinterpartijtje. Toen die aftrad, ook eigenlijk gedwongen, omdat hij de verkiezingen tegen Assen verloor. Want hij wou nog wel langer blijven, dat monster. Ook een traantje en een brok in zijn keel. Nou ja, het rijtje gaat maar door. Maar, wat ik gelijk heb, ga ik u nu vertellen. Wat Peter R. de Vries, dat kunststukje, dat walgelijke rioolkunststukje, waar de SBS zombie tv-kijkers, die maar altijd elke dag dagelijks naar die bagger van die psychopaat John de Mol zitten te staren. Gaat u direct een filmpje zien dat hij dat kunstje al zo vaak heeft uitgehaald. Want of het nou om Nicky Verstappen gaat en de familie en zijn moeder, of om Cor van Hout, want ook daar stond hij met de zogenaamde brok in de keel bijna te huilen dat zijn vriend Cor doodgeschoten was. Andere kant van de bedoel, allemaal nep. Kijkt u maar even naar dit filmpje. De meest bijzondere man die ik ooit heb ontmoet is dood. Een merkwaardig, boeiend fenomeen. Beste mensen, word eens een keer wakker. Trap niet in al die comedianten, helpt even. Oh ja, tot slot, die wil ik u ook even niet onthouden. De echte grootste beroepjanker van allemaal, dat is natuurlijk Frans Timmermans met zijn heiltruc. Toen hij die walgelijke leugenspeech hield, toen net na de M17 was neergeschoten bij de VN. En ik heb ze allemaal mogen ontmoeten de afgelopen tijd. En weet u, wat zijn we een ongelooflijk goed land. Ik dank de minister voor beantwoording. Eerst termijn, ik kijk naar de leden. Is er nog interruptie voor de minister van Buitenlandse Zaken? Mensen, let op. Als u ziet dat bekende Nederlanders huilen, wees dan gewaarschuwd, het is fake. Ze nemen u in de zeik en het is alleen maar te doen om de kijkcijfers en de poen. Dream on.